een stadje van Truk. Nog een stadje van Truk. Nog een stadje van Verzee. Pico, meer dan een aantal weken van Venlo. Hoe is het met je? Ja, goed. Dus, goed gevoel om hier terug te zijn en ja, eigenlijk vanaf het begin elke wedstrijd weer te spelen. Dat was wel een tijdje geleden, dus het is altijd fijn om terug in Venlo te zijn. Wat zijn je doelstellingen voor komend seizoen op persoonlijk vlak? Ja, ik denk dat ik vooral veel wil spelen. En ja, natuurlijk belangrijk zijn voor het team qua doelpunten, assist. En ja, ik denk dat dat het belangrijkste is, fit blijven natuurlijk. En samen met het team, wat is daar de doelstelling van? Ja, ik denk dat we als team zijnde dat we ons gewoon maar willen handhaven en volgend jaar aan de Eredivisie willen spelen. En ja, tot nu toe zijn we denk ik goed op weg daarna. Veel jeugdspelers op dit moment in het team. Voel je dat je een voorbeeldfunctie hebt voor deze jongens? Ja, op zich, nu zijn er wel echt heel veel jeugdspelers vergeleken met toen ik hier nog speelde. Maar ja, natuurlijk, iedereen doet hard zijn best. En natuurlijk ben ik al verder dan dat hun zijn en ik ben al een keer weg geweest, dus ja, ik probeer wel altijd de jongens zo goed mogelijk te helpen en ja, daar sta ik altijd voor open. En afgelopen zaterdag, een heerlijke goal. Vertel eens, neem ons mee in dat moment. Ja, Evert had de bal in het middenveld en ik zag Jaco stond vrij volgens mij, of hij had een man in zijn rug, dus ik kwam achter Jaco vrij en hij liet hem mooi vallen op mij. En, ja, ik eigenlijk dacht ik niet na en ik schoot en ja, ik ging er mooi in.